Welkom bij alweer het vijfde Work Hard, Play Hard webinar. En deze Work Hard, Play Hard webinars zijn voor ondernemers die het maximaal uit hun business willen halen en ook het maximaal uit hun leven willen halen. En dat natuurlijk op eigenlijk de meest eenvoudige manier, of in ieder geval de meest slimme manier. Dus het is Work Hard, Play Hard, maar aan de andere kant is het natuurlijk ook Work Smart, Play Hard. Ik zet even mijn Skype zet ik uit, voordat ik weer door iedereen wat lastig gevallen. En vandaag gaan we het hebben over vrouwen versieren of mannen versieren of wat je maar wil. Wat de relatie daarvan is ten opzichte van marketing. Gisteren was ik twee jaar getrouwd met Danielle. Dus eergisteren zijn we naar Rotterdam gegaan. Ik heb er ook al een kort videootje van gemaakt. Zal ik later op winst.nl zetten. Maar eergisteren was ik dus met Danielle naar Rotterdam gegaan. Elk jaar gaan wij met onze huwelijksdag, zeg maar het jubileum, gaan we naar Rotterdam. We waren sowieso 2 jaar geleden toen we getrouwd waren, waren een dag later ook naar Rotterdam gegaan. En daarna natuurlijk op huwelijksreis. Maar dan gaan we naar het restaurant van Herman de Blijker, Las Palmas. En dan hebben we een hotelovernachting en gaan we op stap en doen we allemaal leuke dingen. En dat zeg ik nu. Ten eerste natuurlijk omdat ik er hartstikke blij mee ben. Maar ten tweede om ook aan te geven dat ik niet zozeer een expert ben op het gebied van vrouwen versieren. Of mannen versieren of wat dan ook. Omdat ik al 15 jaar bij Danielle was. Ben bijna 15 jaar bij Danielle ben. Een dag was ik 16, dus zij was 14. Dus ik weet niet in hoeverre het legaal was. Maar dat even helemaal terzijde. Maar ik ben dus niet zozeer een expert op het gebied van vrouwen versieren. Maar ik vind het wel een heel interessant onderwerp. En ik heb me daar ook wel redelijk over ingelezen. En als je daar meer over wil leren, wat niet alleen voor relaties natuurlijk heel interessant kan zijn. Maar wat niet alleen voor relaties natuurlijk potentiële relaties heel interessant kan zijn, maar wat een fantastisch boek is en waar je ook heel veel van kan leren, is het boek The Game van Neil Strauss. Dus The Game van Neil Strauss. Echt superleuk boek. Ik denk een jaar of anderhalf geleden liep ik met iets meer dicht. Dat gaat niet helemaal goed, maar dat maakt het niet uit. Ongeveer anderhalf jaar geleden liep ik met Danielle en haar ouders in, ik geloof dat het Memphis was, over het vliegveld. En ik liep met het boek The Game. En toen werd ik zelf op dat boek werd ik aangesproken dat mensen het boek hadden gelezen en dat hun hele leven was veranderd. Omdat ze daardoor veel meer vrouwen hadden gezien, et cetera, et cetera. Dus ik had dat dat boek gelezen en nog heel veel meer daarover geleerd. En ik zag echt gigantisch in verleiden en versieren. Zag ik heel veel overeenkomsten tussen verleiden en marketing. En het leek me leuk om daar. Ik kan er echt heel lang over praten. Ik pak één techniek die je eigenlijk zou moeten toepassen op je business. Om meer klanten te verleiden in feite. Dus ervoor te zorgen dat je meer klanten gaat krijgen met je huidige business. En dat is één techniek die ik heb geleerd in die hele datingmarkt. En in mijn optiek voor ons ook wel een van de makkelijkst toepasbare methodes. Die echt direct wel voor een verschil kan gaan zorgen. En voordat ik daarover ga vertellen, wil ik iets meer vertellen ook over mijn huidige, of de business waar ik in zit. Ik heb een aantal bedrijven en een van de bedrijven is dus winst.nl. En daarmee leer ik dus mensen hoe ze geld kunnen verdienen op het internet. En ik heb altijd een klein beetje die belemmerende gedachte gehad. En dat was in 2007, 2008 was dat. Ik gaf heel veel seminars en ik deed ook wel webinars en ik deed ook wel video's. Maar nooit echte video's zoals nu. Weet je, nu zie je mij en hoor je mij. Maar ik deed dat nooit echt. En daarnaast had ik ook niet een blog. En dat had twee redenen. De eerste reden was omdat ik gewoon veel te scheiterig was om echte video's op te nemen. En de tweede reden was dat ik als ik een blog deed, dat misschien mensen wel negatief over mij zouden kunnen praten op mijn blog. En dat wilde ik toen de tijd niet. En ik ben pas in begin, of eind 2008 ben ik pas begonnen met een echt blog en echte video's. En ik zag een mega verschil qua resultaten, qua sales en qua alles. En dat had natuurlijk met één ding te maken. En je raadt het natuurlijk al, één ding, dat is natuurlijk vertrouwen. En als je geen vertrouwen kunt krijgen van de mensen die jou interessant vinden of geïnteresseerd zijn in jouw business, als ze je niet vertrouwen, zullen ze ook nooit iets bij je gaan kopen. Dus daar moet je hard aan werken om dat vertrouwen te winnen. Dan kun je natuurlijk de basisdingen doen, wat je ook moet doen. Dus goede service verlenen, goede producten. Gewoon alles volgens de regels en alles gewoon netjes doen. Alleen daarmee ga je de oorlog natuurlijk niet winnen. Jij moet er absoluut voor zorgen met jouw business om 100% vertrouwen te krijgen van jouw potentiële klanten. Ik had het volgens mij in het vorige webinar had ik het over een uitspraak
die ik een tijdje geleden heb gehoord. Dat ging over gezondheid. En dat was energie is potentie minus weerstand. Maar business is ook potentie minus weerstand. En de grootste weerstand is natuurlijk vertrouwen. Als mensen niet vertrouwen, zullen ze nooit iets bijkopen. Dus, met vrouwen versieren of mannen versieren, is dat natuurlijk precies hetzelfde zo. Als jij iemand aan het versieren bent of wilt versieren, en diegene die vertrouwt jou niet, die, heeft, ja, die vindt het maar linker soep of wat dan ook, ja, dan is de kans dat je gaat scoren is natuurlijk heel erg klein. Dus nummer 1 ding is wat je moet doen bij het vrouwen of mannen versieren. En nogmaals, ik heb hier weinig ervaring mee, omdat ik al 15 jaar bij dezelfde vrouw ben. Maar is dus vertrouwen creëren. En er is 1 techniek waarmee je sneller een vertrouwensband kunt creëren met je potentiële nieuwe partner. Dus stel je voor dat jij naar de kroeg gaat. Dat is echt hele goede informatie hoor, dat kun je direct toepassen. Nogmaals, een bewijs dat ik geen expert hierin ben. Dus bij het derde Work Hard Play Hard webinar was Rogier, geloof ik. Die had aan de hand van het webinar heeft hij een meisje gebeld, een dame gebeld. En gezegd hoe gek die op haar was. En zij heeft hem afgeslagen. Dus ik weet niet zeker of je al deze technieken moet gaan toepassen. Ik weet niet zeker of er goede resultaten uit zullen komen. Maar even terzijde. Je bent in de bar en je wil een dame of een heer wil je versieren. En dan, als je eerder vertrouwen wil creëren, zodat je het proces een klein beetje kunt versnellen, is door de bounce methode toe te passen. En daar wil ik het vandaag over hebben, over de bounce methode. De bounce methode houdt in dat als jij iemand ontmoet op een bepaalde plek, dat als jij diegene in zo'n kort mogelijke tijd op zoveel mogelijk verschillende plekken meeneemt, dat diegene het gevoel heeft dat hij jou veel beter kent. Omdat, stel je voor dat je 5 uur in gesprek bent met iemand en je zit beide op dezelfde stoel en dezelfde tafel. Of in die 5 uren neem je iemand mee naar die kant van de bar en je gaat even naar buiten, je drinkt daar even een drankje, je doet een rondvaart door Amsterdam, je gaat even dansen, je gaat even van alles en nog wat doen. Je doet allemaal verschillende dingen op allemaal verschillende plekken. Ook in het tijdsbestek van 5 uur. Hoe groot is de kans dat je het idee hebt dat je elkaar beter leert kennen? Als je aan een tafel zit met z'n tweeën of dat je overal en nergens heen gaat. En dat noemen ze de bounce methode. En wat ik heb geleerd uit de versiermarkt, is dat als je de bounce methode goed toepast, dat vertrouwen veel sneller wordt gecreëerd. En dat je daarop veel hogere conversies hebt bij mannen of bij vrouwen. En met business is het dus precies hetzelfde zo. Jij moet ervoor zorgen om het maximale resultaat uit je business te halen en om maximaal vertrouwen te creëren bij klanten, is om zelf ook die bounce methode toe te gaan passen. En er zijn 9 verschillende stappen die je vandaag al kunt ondernemen om die bounce methode toe te passen, waardoor je dus meer vertrouwen gaat krijgen bij je klant. En in feite moet je dus voor zorgen dat mensen op verschillende plekken jou gaan tegenkomen of op verschillende manieren jou gaan tegenkomen. Natuurlijk is het heel goed als heel veel mensen over je praten. Dat kun je doen door zoekmachine optimalisatie, affiliate, een hele hoop van zulke soort zaken. Maar ik ga het niet hebben over verschillende bezoekersmethodes zodat mensen verschillende plekken jouw linkje tegenkomen. Maar wat jij kunt doen met jouw boodschappen in jouw business. Dus als je dat doet, zul je zien dat mensen het veel eerder het gevoel gaan krijgen dat ze jou leren kennen. Dit is met name interessant wanneer jij ook informatie verkoopt. Dus in mijn geval, ik verkoop informatie, ik geef gratis informatie weg, maar ik verkoop ook informatie. Als jij in die markt zit, dat jij als persoon enigszins het brand bent, het merk wil zijn, dan is het helemaal interessant voor je. En dan raad ik je zeker aan om dit toe te gaan passen. Als jij aan de achterkant van jouw business fungeert, dus je bijvoorbeeld een webwinkel hebt en je wilt niet het gezicht zijn van je business, dan zijn er ook zeker dingen die je kunt gaan toepassen. Maar nogmaals, als je informatie verkoopt of het gezicht bent van je business, dan is dit echt super waardevol wat je nu gaat leren. Nou, ik ga je nu 9 verschillende technieken geven die je kunt toepassen om die bounce methode toe te passen, oftewel meer waardevol informatie te verspreiden, maar dan op verschillende manieren, zodat mensen veel sneller en veel meer vertrouwen in jou gaan krijgen, waardoor natuurlijk, weet je, vertrouwen is het wegnemen van weerstand natuurlijk, waardoor de verkopen een stuk makkelijker gaan. Dus ik ga direct starten. 9 tips om die bounce methode toe te passen. Nummer 1 is blogposts. Ik raad je absoluut aan om regelmatig te bloggen. Ik bedoel, als je op winst.nl kijkt, dan zie je dat ik heel veel blog. Soms zijn het video's, soms is het audio, soms is het tekst, whatever. Maar een heel groot voordeel van een blogpost
is dus niet alleen dat je informatie kwijt kunt, maar dat andere mensen daar ook reacties kunnen op kunnen achterlaten. Dus als iemand, als jij informatie achterlaat, of informatie post op je blog, en andere mensen reageren daarop, mensen zien dat en zien ook alle reacties van die andere mensen, dat wordt ook als, dat wekt ook vertrouwen natuurlijk. Als jij een blog hebt met nul reacties, constant nul reacties, ja, dat wekt niet echt vertrouwen. Maar als je regelmatig reacties hebt, dan hoeven er geen 100 te zijn, maar regelmatige reacties hebt, dan wekt dat zeker vertrouwen. Dus een blogpost, weet je, het opzetten van een blog is zo simpel en werkt dan heel goed. Met name ook door het interactieve gedeelte. Dus dat is één ding wat je kunt doen om de bounce methode toe te passen. Tweede, hele belangrijke, video. Als jij kijkt met video, je kunt de bounce methode fantastisch toepassen met video. Door niet alleen maar work hard, play hard webinars te geven, bijvoorbeeld met zo'n suffe flip over hierachter. Maar ook een beetje interactie of ook op verschillende plekken video's op te nemen bijvoorbeeld. Dus wat ik in het verleden heel veel heb gedaan en wat ik ook steeds meer zal gaan doen, is dat ik plekken op verschillende, of video's op verschillende plekken ga opnemen. Zodat mensen het idee hebben dat ze met je meegaan op reis in feite. En het hoeft niet per se in het buitenland te zijn, maar het kan op allemaal verschillende plekken zijn. Ik heb heel vaak met seminars dat mensen naar me toe komen en dat ze het idee hebben dat ze mij al heel goed kennen. En ze kennen mij ook heel goed, omdat ze mij soms al jaren volgen. Sommige mensen die volgen mij nog maar net. Maar sommige mensen die volgen mij al jaren en die hebben al mijn video's gezien in het buitenland en daar en daar en daar. En die hebben alles ook met mij ervaren. Ook zelfs 2 jaar geleden toen ik ben getrouwd met Danielle, hebben heel veel mensen dat ook heel erg ervaren. Zeg maar. Ik heb ze ook een beetje meegenomen daarin en het was ook hartstikke leuk. En daardoor heb je het gevoel dat mensen je beter leren kennen. Dus ook met je video's, maak niet alleen maar standaard video's, maar neem ze ook mee. Maak ook video's op verschillende plekken, waardoor zeg maar, ja, mensen het idee hebben dat ze je nog beter leren kennen. En dat is natuurlijk hartstikke tof. Dus video's absoluut gaan doen, niet te bang zijn. Eerste keer spannend, wat ik eerder ook zei, de nummer 1 reden waarom ik dat niet deed, was omdat ik gewoon gespannen was, omdat ik een beetje bang was. Dan moet je echt scheid aan hebben, gewoon doen. Als je het 1 keer hebt gedaan, komt er veel meer op je pad. Kan ik je garanderen. Dus video is echt iets wat je absoluut moet gaan doen. Nummer 3, PDF's. Je kunt je informatie, kun je dus gewoon als tekst op je website zetten. Je kunt het als blog zetten, maar zet dat ook als PDF. De bounce methode is dus digitaal ook heel erg aanwezig. Dus de ene keer moeten mensen hun teksten zien op een blogpost, de andere keer bijvoorbeeld in een e-mail, de andere keer bijvoorbeeld in een PDF. Ook al zijn er 3 pagina's, daar kun je een PDF van maken. Doordat mensen het downloaden, hebben ze weer een stukje van jou op een andere manier geconsumeerd. En hoe meer informatie zij kunnen consumeren op verschillende manieren, des te beter. Dus PDF'en, absoluut doen. Als je kijkt op winst.nl, ik denk dat tussen de 10 en de 12 e-books al gratis heb gedownload. En niet alleen lezen mensen dat vanaf het internet, maar ze downloaden het, zetten het op een iPad of ze zetten het op een bureaublad of wat dan ook. Dat is weer de bounce methode in werking. De nummer 4, hele belangrijke, en je raadt het misschien al, misschien ook niet, is webinars. Dus ik raad je zeker aan om webinars te gaan doen. Waarom moet je webinars gaan doen? Omdat je live interactie hebt, omdat mensen je live kunnen zien. Ze kunnen je live vragen stellen, dus als je nu een vraag hebt, stel die gewoon en ga ik je zo meteen er antwoord op geven. Hoe waardevol is dat? Weet je, ik bedoel, het kunnen er 10 mensen zijn, maar het kunnen ook 1000 mensen zijn die op een webinar aanwezig zijn. Ook al zijn het 10 mensen, dat is nog een klein zaaltje vol met mensen wat naar jou wil luisteren en wat ook vragen aan jou kan stellen. Hoe gigantisch waardevol is dat wel niet? En het kost helemaal niets. Dit Ustream wat je nu ook ziet, kost helemaal 0,0. Super simpel om te doen. Ik zal heel eerlijk zijn, ik kom om 3:55 kom ik hier binnen op kantoor, omdat ik altijd train om 2 uur. Ik kom 3:55 kom ik binnen op kantoor en ik, om 3:01 druk ik op de broadcast knop. En vandaag was ik dus weer 2 of 3 minuten te laat. Excuses daarvoor. Zo simpel is het. Het kost me echt vrijwel geen voorbereiding. En natuurlijk de informatie die je wilt delen kost enige voorbereiding. Maar that's it. Het is voor mij echt een 1 druk op de knop. En dat is natuurlijk super dat dat op die manier kan. Dus webinars, zo waardevol. Als je de Internet Marketing Manifesto nog niet hebt gelezen, die kun je hier ook wel ergens op winst.nl kun je die wel downloaden. Daar geef ik ook aan hoe waardevol het is om webinars te doen. En daar erken ik ook dat ik veel te weinig webinars heb gegeven in het verleden. En zoals je nu misschien ziet, ben ik redelijk on track met het geven van webinars. De 5e, we hebben er nu 4 gehad. De 5e is Twitter. Zorg ervoor dat je ook actief aanwezig bent op Twitter. En doordat je actief aanwezig bent op Twitter, komen mensen je ook tegen op Twitter en zien ze ook bepaalde informatie van jou op Twitter. Ik kan bijvoorbeeld mijn muzieksmaak delen op Twitter. En ik heb een bepaalde muzieksmaak en sommige mensen vinden het tof en sommige mensen vinden dat niet tof.
Maar als mensen op bijvoorbeeld op Twitter ervaren dat ik een bepaald nummer mooi vind en zij vinden dat ook mooi, dan heb ik een bepaalde muzieksmaak met hun gedeeld, waardoor er ook weer een bepaalde band is gecreëerd. En het is niet zozeer dat ik een nummer op Twitter zet om een bepaalde band met iemand te krijgen, gewoon omdat ik een tof nummer vind. Maar toch, mensen ja, zien ook je ware identiteit natuurlijk ook wel een klein beetje op Twitter, omdat je gewoon vaak je gedachten even erop kunt zetten. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik niet op winst.nl zou zetten. Als ik een toffe video zie bijvoorbeeld die mij aanspreekt of die ik inspirerend vind, die zou ik misschien niet zo snel op winst.nl zetten, maar die zou ik wel op Twitter delen. Dus ook daarbij zorg ervoor dat je die bounce methode toe gaat passen en Twitter gaat toepassen. En daar ook niet te bang te zijn om te communiceren met de mensen die jou volgen. Dus als je mij een vraag stelt via Twitter, dan ga ik je beloven dat ik daar een antwoord op geef. Nummer 6, ook een hele belangrijke. En dit is een fantastische ook voor de bounce methode, is audio. Waarom audio? Audio, als jij bijvoorbeeld, stel voor dat ik dit, en dat ga ik ook doen in de toekomst met deze Work Hard Play Hard shows. Stel voor dat je er ook audioformaat van maakt, dat mensen het gaan downloaden en op een iPod zetten. Als ik een informatiestuk van jou op mijn iPod zet en ik ga naar de sportschool en ik ga hardlopen bijvoorbeeld, en ik luister naar jou op de sportschool, dan heb ik jou ook ervaren op de sportschool. Niet alleen vanaf mijn beeldscherm, maar ook op de sportschool. Toen ik nog trainde voor mijn eerste marathon, dat was in 2005 was dat. Toen luisterde ik bepaalde audiobooks bijvoorbeeld. En ik weet nog precies waar ik liep, op welk moment, hoe ik me voelde bij bepaalde informatie die ik toen heb geleerd van bepaalde mensen van wie ik toen audiobooks heb gekocht. En dus ik heb daar ook een bepaalde band met hun opgebouwd, of zij met mij, laat ik het zo zeggen. Doordat ik hun mee heb genomen ergens waar ik aan het hardlopen ben, ergens in Temboer in Groningen. En dan weet ik nog precies wat ik dacht, op welk moment. Door wie, de kennis van wie. Dus dat is audio, hele belangrijke. Iedereen heeft tegenwoordig een iPod of gewoon een telefoon waar je mp3's op kunt zetten en die je kunt beluisteren. Zorg ervoor dat mensen jou ook meenemen in op hun mp3 speler. Was dat de vijfde of de zesde die ik net weggooide? Volgens mij was het de zesde. Ik hoop dat het de zesde was. Dit is de zevende. Facebook, ja, het was de zesde. Facebook is natuurlijk iets wat je absoluut niet kunt vermijden, iets waar je absoluut aanwezig moet zijn. En ook daar kun je veel meer van jezelf laten zien. En Facebook is echt iets waar je ook veel meer informatie kwijt kunt. En daar hebben we ook een bepaalde strategie die we binnenkort gaan uitvoeren. Maar Facebook is precies hetzelfde. Mensen zitten op Facebook. Dus ze moeten je niet alleen op je website ervaren. Ze moeten niet alleen in de e-books ervaren. Ze moeten niet alleen op audio ervaren en met webinars en met video's. En ook niet op Twitter, maar ook nog een keer op Facebook. Ze moeten je overal je informatie kunnen consumeren. Des te meer plekken ze je informatie kunnen consumeren, des te beter natuurlijk. Nee, iets anders, een ander groot voordeel van Facebook is natuurlijk social proof. Als jij een goed artikel hebt en mensen die liken dat bijvoorbeeld, of die geven daar reacties op, ook dat geeft natuurlijk aan dat je bepaalde vertrouwen kunt uitstralen. Dus Facebook absoluut iets gaan doen. Nummer 8, en dit is een tip die ik je wil geven, die in deze tijd misschien wel wat moeilijker is dan voorheen. Of misschien ook wel weer makkelijker hoor, het is maar net wat je overtuiging is. Maar hier staat dus IRL, en waar staat dat voor? In real life. Dus wat ik je aanraad om te doen, is om ook ervoor te zorgen dat je niet alleen via het internet je informatie gaat verspreiden, maar dat je het ook in real life gaat doen. En dat kun je bijvoorbeeld doen aan de hand van seminars. Dat je seminars gaat organiseren of workshops gaat organiseren. En dat je op basis daarvan veel mensen kunt ontmoeten en ook in real life contact met ze kunt hebben. Want je moet goed onthouden dat wij in een heel mooi land wonen. En waarom wonen we in een mooi land? Omdat het een heel mooi land is, maar ook dat het een klein land is. En als ik kijk naar mijn seminars bijvoorbeeld, het is voor mij vrij weinig moeite om, weet je, overmorgen geef ik een gratis seminar in Hotel de Witte Bergen in Eemnes. En als je nog niet hebt aangemeld, raad ik je absoluut aan om te komen, om mij ook in real life te ontmoeten, want ik wil jou ook in real life ontmoeten. Maar het is voor mij vrij weinig moeite om daarheen te gaan. Het is 20 minuutjes rijden vanaf hier. En voor de rest van de bevolking van Nederland, als we bijvoorbeeld in bezit zijn van een auto, ja, dan is het max 2 uur rijden. Als je in Groningen woont, is het max 2 uur rijden. En in het zuiden woont, is het max 2 uur rijden. En voor de meeste mensen is het nog een stuk korter. Dus dat is een groot voordeel ten opzichte van als je bijvoorbeeld in Amerika woont. Als je in LA business hebt en je hebt in New York klanten, dan is het moeilijk, of veel moeilijker om in real life die klanten bijvoorbeeld te ontmoeten middels een workshop of een webinar. Dus ook daarbij raad ik je zeker aan om daarna te gaan kijken om dat eventueel te gaan doen. In real life werkt natuurlijk gigantisch goed. Dus ik hoop dat ik jou ook zie op dat seminar. Klik gewoon op seminars en geef je op.
De nummer 9 is... et cetera. Er zijn zoveel verschillende manieren om je informatie te verspreiden. Ik denk dat ik nu wel aardig belangrijke dingen gegeven, belangrijke tips heb gegeven om je informatie te verspreiden. Doe dat echt op zoveel mogelijk verschillende manieren. Dan alleen kun je die bounce methode toepassen, waardoor het vertrouwen veel meer aanwezig is, waardoor de drempel veel meer wordt verlaagd en waardoor je uiteindelijk veel meer klanten kunt versieren natuurlijk. Dus dat zijn mijn tips voor het sneller en beter verkrijgen van vertrouwen. En dat was hem qua informatie. En ik ga nu kijken welke vragen er zijn gesteld en kijken of ik daar ook wat antwoord op kan krijgen. In de tussentijd, als jij nog niet op mijn mailinglijst staat, dan raad ik je aan om rechtsbovenin op winst.nl je voornaam en je e-mailadres in te vullen. En dan krijg je nog meer, veel meer waardevolle informatie. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat nog even. Want dus je zult er geen spijt van krijgen. Even kijken. Dus, en als je nog een vraag hebt, stel ze gewoon. Sorry. Jonathan die zegt, haha, vandaag bij het schrijven van een blogpost had ik precies dezelfde realisatie. De workout player, het is een schat informatie, ga ermee door. Dankjewel, volgens mij zit Jonathan in de vrouwenversierenmarkt, dus die zal inderdaad die overeenkomsten zien. Menno die komt langs, welkom Menno. Peter die zegt, de workout player webinars doen me goed, heerlijk vind ik het als het over mindset gaat. Een vraag over Pepro, heeft Pepro ook video's waarin uitgelegd wordt hoe een affiliate zich aan kan melden en welke mogelijkheden de affiliate heeft? Het lijkt me makkelijk om op mijn affiliate pagina te plaatsen. Voor zover ik weet is dat er nog niet, maar het zal ongetwijfeld zal het komen. Bas komt met een vrij ingewikkelde vraag over Pepro. En die het over API's en allemaal van zulke zaken. Ik ga er nu even geen antwoord op geven, want dan verlies ik 99% van alle kijkers. Is iets te technisch, kom ik misschien een andere keer wel op terug. Of stuur even een mail naar support@pepro.nl. Heinrich die zegt... In mijn optiek is de uitvoering belangrijker dan het idee zelf. Wat vind jij? Ja en nee. Ik bedoel, natuurlijk is uitvoering het allerbelangrijkste. Als je als je niks uitvoert, dan gebeurt er ook niks. Alleen een goed idee is ook niet onbelangrijk. Maar wat je inderdaad ziet bij de meest succesvolle bedrijven is dat ze absurd goed zijn. En dat is ook wel een interessante trouwens. Dat ze absurd goed zijn in de gemiddelde zaken. Dus als je kijkt naar... de bedrijven waarin een Warren Buffett bijvoorbeeld in investeert, dan investeert hij in bedrijven die redelijk gemiddelde zaken verkoopt, zoals een Coca-Cola die verkoopt frisdrank, of hij investeert veel in verzekeringsbedrijven, of vrij standaard dingen die extreem in bedrijven die extreem goed zijn in de normale zaken. Dus uitvoer is gigantisch belangrijk, maar een goed idee is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Leo die zegt, hey Ilko, hoorde van Tony dat je zelf in veel verschillende situaties moet filmen. Zo krijg je potentiële klanten het gevoel dat ze je sneller leren kennen. Ik geloof dat, Tony gelijk heeft en ik denk ook dat ik dat enigszins heb beschreven net. Bas die zegt dus 13 mei, de titel moet 13 juni zijn, klopt. Bart die zegt, proficiat met je 2-jarig huwelijk, maar waarom heb je Danielle 13 jaar laten wachten? Ja, alles op zijn tijd natuurlijk. En hoe langer je wacht, des te leuker het wordt. Dus dan is dat mijn excuus. Dus dat is de reden dat ik 13 jaar heb gewacht. Nou ja, op zich, het huwelijk was voor ons... het was een fantastische dag. Alleen het is niet iets wat ons leven heeft veranderd of zo. Zeg maar het huwelijk zelf. Alleen op dat moment was een heel mooi moment. Waarvan ik dacht van ja, nou... Ik wist dat we naar Key West zouden gaan. Dat is in Florida. En dat we daar ook zouden zijn met oud en nieuw. En als ze een beetje marketeer zijn, dan moet je natuurlijk een bepaalde spanning opbouwen naar een bepaald moment. Dus ik wist dat we naar Key West zouden gaan. En ik had op YouTube al gezien die video's hoe ze daar aftellen. En zo ik dacht, hey, dat zou misschien wel een leuk moment zijn. En toen had ik van tevoren al een ring en zo gekocht, had ik meegenomen in mijn laptop. Je hebt hier aan de zijkant van je laptop heb je zo'n kaartje, zeg maar, die je erin kunt stoppen. Want Danielle, dat is echt, die weet nog beter wat ik meeneem op vakantie dan ik zelf. Dus ik denk, ja, een ring meenemen naar Amerika, dat is natuurlijk onmogelijk. Zonder dat zij het doorheeft. Dus ik had die ring, had ik watjes eromheen gedaan, had ik in mijn laptop verstopt. Ik denk, nou, daar gaat ze zeker niet komen, want ze mag overal aankomen, behalve ja, aan mijn laptop natuurlijk. Dus het was met oud en nieuw in Key West, met het aftellen natuurlijk. En precies om 12 uur met oudjaarsnacht had ik haar gevraagd.
En dat was natuurlijk fantastisch, maar daarna heb ik nog het huwelijk anderhalf jaar uitgesteld hoor. Dus ja, wat ik zei, hoe langer je wacht, des te leuker het wordt. Even kijken. Peter die zegt, top, weer een work hard, play hard. Autoresponder vraag. Zou je bij een autoresponder en ook een... ik heb je vraag nog niet gelezen hoor, maar ook met autoresponders moet je die bounce methode absoluut toepassen. Dus als je 7 bijvoorbeeld 7 mails achter elkaar schrijft, of 10 mails, of 20, of 30, of 100 mails, zorg ervoor dat je de informatie ook verdeelt. Dus de ene keer geef ze een pdf, de andere keer stuur ze naar een blogpost, de andere keer geef ze een audiodocument, de andere keer moeten ze een webinar volgen, de andere keer kunnen ze een video bekijken. Op die manier kun je dus ook de bounce methode toepassen in je autoresponder. Dus Peter die vraagt, zou je bij een autoresponder kiezen voor langere mails of juist een korte verwijzing naar een artikel op je pagina? Dan zijn ze weer even op je site. Bijvoorbeeld als een leuke pdf of mp3 klaar staat voor ze. Zelf denk ik afwisselen om te verrassen. Nou, exact. Heb je helemaal gelijk in. Richard zegt, herinnert me aan, ik voel me net een skippiebal van jaren geleden. Wederom, die toevoeging van Richard op die webinars. Niemand snapte wat van, maar het is altijd wel leuk. Leuk dat je er ook weer bent, Richard. Stefan zegt, kan ik in een membership dezelfde info delen als in een high-end cursus? Tuurlijk kan dat. Weet je, als jij een membership hebt waar je een x-bedrag voor vraagt en je hebt een high-end cursus waar je een x-bedrag voor zou kunnen vragen, ja, het is aan jezelf wat je in welk programma gaat stoppen natuurlijk. Stef die zegt, zit wederom te genieten en ook volop aantekeningen te maken. Ligt je focus de aankomende tijd op work hard, play hard? Welke onderwerpen komen nog aan bod of laat je dat aan je eigen inspiratie op het moment over? Mijn focus is natuurlijk op, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar mijn focus is op verschillende dingen natuurlijk. Ik heb meerdere dingen te runnen, maar ik vind dit wel super tof om te doen. En ik vind dat als je iets super tof vindt om te doen, dan en het helpt ook nog een keer veel mensen en... Ja, je schiet er ook een keer nog wat mee op. Dan is het zeker belangrijk om dat te blijven doen. Dus het zou best kunnen dat ik deze Work Hard, Play Hard webinars vaker of langer zal gaan doen. Qua voorbereiding is het inderdaad een klein beetje aan de hand van mijn eigen inspiratie. Ik heb geen lijst met 100 punten waar ik het over wil gaan hebben of zo. Het is meer van waarvan ik denk op dat moment van ja, dit is interessant. En daarom plan ik het ook niet al te ver van tevoren. Morgen... is er wel weer een Work Hard, Play Hard webinar. Dus ik hoop dat je er morgen ook weer bent rond 4 uur. Om 4 uur gaan we weer starten. Dus morgen om 4 uur is er een volgende Work Hard, Play Hard webinar. Bart die zegt, ben je echt wel live of loopt de klok achter je een uur voor? Ik ga die klok weghalen, want dat is de tweede keer dat ik die vraag heb gekregen. Dus bye bye klok. Om even te bewijzen dat het wel live is, hier staat 3:30. En... dit is mijn telefoon. Er staat ook een grote klok op. 4:30. Dus ja, ik ben wel echt live. Maar ik ben blij dat je helder bent, Bart. Zo, klok weg. Geen afleiding meer. Focus. Sander zegt, Peter, die video's zijn in de maak, heb ik gehoord. Ja, dat klopt ook over PayPro. Sander geeft antwoord op de PayPro API, moeilijke vragen, ding, stuk. Dus dankjewel Sander daarvoor. Even kijken. Bart zegt een uur achter geloof ik. Nou, Stef die zegt even checken of ik ze allemaal heb. Van de bounce methode. Blogpost, e-mails, pdf's, webinars, Twitter, audio, Facebook. Video mis je nog. En wat mis je nog meer? In real life mis je nog. En dat was er volgens mij wel. En als ik er eentje mis... mag iemand anders wel aanvullen. Even kijken. Wesley die zegt, hoe interessant kan het zijn de bounce methode toe te passen in vertegenwoordiging van verschillende maatschappijen? Wordt dit dan niet te ingewikkeld voor de klant? Als je kijkt naar de grotere bedrijven, wat de grotere bedrijven doen, is natuurlijk niets anders dan in feite de bounce methode. Als je kijkt naar een Coca-Cola. Coca-Cola adverteert niet alleen op tv, maar overal waar je komt zie je Coca-Cola. Hetzelfde met Heineken en al die andere grote frisdrankmaatschappijen. Overal waar je komt zie je dat bepaalde merk. En dat is voor hun natuurlijk ook. Van op hoe meer verschillende plekken je een bepaalde boodschap ontvangt op verschillende manieren. Des te hogere top of mind awareness ook is. Dus het is absoluut voor elk bedrijf toepasbaar. Nou, dat was hem voor vandaag.
Ik vond het weer leuk. Ik hoop dat je er ook van hebt genoten. Laat ook wel weten wat je ervan vond, wat je ervan hebt geleerd en wat je ook gaat toepassen. Als je vragen hebt voor het volgende webinar, waarschijnlijk vandaag, misschien morgenochtend, zal ik het volgende blogpost erop zetten. Waar je de vragen alvast kunt stellen voor de Work Hard, Play Hard nummer 6 alweer. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je wat aan hebt gehad. Pas het ook daadwerkelijk toe. En ik wil je alle succes wensen. Tot een volgende keer. In ieder geval tot morgen 4 uur. En misschien woensdagavond 8 uur in Hotel de Witte Bergen. Dus we zien elkaar. Doei!